Welkom bij de Bali Live. Bij de Bali Live spreken we hier in de salon van de Bali regelmatig met bijzondere gasten over kunst, cultuur en de actualiteit. En vandaag spreken we met niemand minder dan schrijver Jessica Duurlacher over de uitbreng van de nieuwe film van Roman Polanski, J'accuse. Mijn naam is Parwin Mirahimi en ik ben programmamaker hier bij de Bali. En ik heet u allen en ook Jessica vooral heel hartelijk welkom. Nou, de film zou deze week op kleine schaal in Nederland uitkomen, in enkele Nederlandse filmtheaters, te beginnen hier in de Bali. De film is nu te zien op streamingplatform Pikkel, dus u kunt na dit gesprek, wat een debat zou zijn, de film gaan bekijken. Wij zouden daar een groot debat bij hebben hier in de Bali met maar liefst 4 sprekers, waaronder jij, Jessica. En de distributeur van de film zou daar ook bij aanwezig zijn, Cineaar Nederland, om te spreken over het wel of niet uitbrengen van de film de affaire Roman Polanski. Zou veel publiek bij zijn, zouden veel sprekers bij zijn, maar door sluiting in verband met corona is dat niet mogelijk. En jij hebt je toch bereid getoond om met mij hierover te spreken. De andere sprekers vielen helaas af door persoonlijke of gezondheidssituaties. En we zijn heel blij dat je er bent vandaag in deze gekke setting. Met handschoentjes. Ja, echte Polanski handschoentjes, ja. Zou je kunnen zeggen. Ja. Jessica Duurlacher, bij het losbarsten van de MeToo-affaire in 2017 heb jij je een aantal maal publiekelijk uitgesproken over de situatie rondom Harvey Weinstein, Louis C.K. De eerste keer was dat in een stuk in de Volkskrant en vrij snel daarna nog 2 keer bij De Wereld Draait Door op televisie. En je hebt je daarbij duidelijk uitgesproken tegen het vermeende slachtofferschap van de vrouwen en soms ook mannen die zich uitspraken tegen misbruik. Maar vooral ben je bekend als schrijver, als kunstenaar en dus soms ook als duider van de kunsten in dergelijke opinierende stukken en optredens. Mag ik heel eerst even iets zeggen over die introductie? Want ik heb daarna, inderdaad heb ik in 2016, 17... direct toen eigenlijk het begon met de MeToo-hashtag. Toen heb ik inderdaad meteen iets geschreven, omdat ik was startled, zoals je dat in het Engels zegt, door de snelheid waarmee de beweging op gang kwam. En ik was erdoor geschrokken eigenlijk. Ja. En ik heb eigenlijk best snel, althans binnen een half jaar denk ik, ook gezien wat voor impact die beweging had. En ben heel erg goed gaan nadenken. En toen heb ik een heel erg lang verhaal gehouden in de stad Schouwburg om dat ook te nuanceren. Dus het is niet zo dat ik degene ben geweest die het slachtofferschap heeft proberen te benoemen. Te bashen. En te bashen. Dat is absoluut niet mijn bedoeling geweest. Het was gewoon, en mijn stuk was ook echt heel zoekend naar de nuance in alles. En in die hoedanigheid zit ik hier ook. Zeker, om te zoeken naar een nuance. En niet om een bepaald soort statement te maken, alsof ik in een kamp zou zitten, hè, waarbij ik heel erg de mannen ga zitten verdedigen en de vrouwen niet hun ja, toch zeer terechte en toch vernieuwende revolutie gun of zo. Dat is absoluut niet het geval. Dat is helder, zeker. Ja. En dit is alweer ruim 3 jaar geleden. Ja, en in de tussentijd is er inderdaad veel gebeurd. Jij hebt daar ook steeds weer andere bewegingen in gemaakt. Wat je zegt, bent gaan nadenken, hebt nieuwe stukken gemaakt. Heb je tijdens de Sign of the Times debatten uitgesproken. Maar vooral ben je kunstenaar. Je maakt kunst, je schrijft boeken, je duidt de kunsten soms. En daarom was jij één van die 4 sprekers die we hadden gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Dus het is leuk helder om even te noemen wie we daar ook weer bij zouden hebben. Ja, nou zeker. We zouden filmmaker Eddie ter Stal erbij hebben. Die doet ook een duit in het spreekwoordelijke zakje. Daar gaan we straks nog over praten. Die heeft een column geschreven. Ook op de website van de Bali te zien. En we komen daar straks ook op terug. Hij is niet in de gelegenheid om hier te zijn. Mm-hmm. We hadden filmmaker Dana Negustan bij ons. Zij zou hierbij zijn. En mogelijk ook filmmaker Martin Koolhoven.
hebben, zouden we hier bij ons in de grote zaal hebben. En de distributeur van de film van Cineaar Nederland zou erbij zijn om met ons te spreken over hun afweging om de film wel of niet in Nederland uit te brengen. Dus, en jij, Jessica Duurlacher. Maar we zijn, als gezegd, enorm blij dat jij in die rol vandaag, denker. En we gaan samen denken en zoeken. En we gaan absoluut niet met een antwoord komen, want daar kunnen we denk ik nooit op uitkomen. Maar dat je met mij wil twijfelen en wil nadenken en wil spreken over de uitbreng van deze film. En of het morele kompas van de maker bepaalt of kunst ethisch acceptabel is. Of beter gezegd, is kunst wel een kwestie van alleen esthetiek? En dan even gechargeerd heb ik voor mezelf twee zienswijzen bedacht. De eerste is: de kunstuiting zelf is het onderwerp van de beoordeling en staat dus op zichzelf. Of we moeten het hele spectrum tot ons nemen en ook de morele en ethische opvattingen van de kunstenaar. Maar dan zou er nog wel eens heel wat kunst kunnen afvallen. En wat blijft er dan over? Nou, laten we daar samen het komende half uur ruim over nadenken, over twijfelen. Om ook aan de mensen thuis iets mee te geven bij het bekijken straks van de film. Ik heb het al een paar keer genoemd. Cineaar Nederland, de distributeur van de film, die de film in Nederland, in België, in Frankrijk en verder uitbrengt, wilde de film aanvankelijk niet in Nederland uitbrengen. En toen we hen daarnaar vroegen, werd gezegd: ja, MeToo is in Nederland toch wel een dingetje. Het was enorm moeilijk om de film te zien te krijgen voor mij, voor jou, voor de sprekers, voor de vertoners hier in Nederland. Uiteindelijk kregen we een linkje en was dat allemaal heel geheimzinnig en hebben we de film thuis op de laptop zo klein kunnen zien. Een hele andere ervaring dan in de bioscoopzaal. Wat vond je? Je hebt de film ook op die manier kunnen zien. Wat vond je van de film? Nou, ik vond het wel een hele goede film. Hij is zeer, hij is zeker niet enkel lagerig of zo. En hij ziet er ongelooflijk authentiek uit qua de tijd. Eind 19e, begin 20e, eind 19e eeuw. En hij is, hij is heel complex in elkaar gezet. Ik ken het boek, een ontzettend spannend boek. Ik vond het boek bijna spannender, omdat je natuurlijk, omdat het vanuit één perspectief geschreven is, namelijk van die Picard, de officier die het allemaal onder zijn hoede krijgt. Boek van Emile Zola. Dat boek, dat ongelooflijk spannende boek, dat is een poging om, of een poging, een zeer geslaagde poging wat mij betreft, om dat hele Dreyfus-verhaal te vertellen. Het is niet helemaal duidelijk, zijn mensen, critici, die vinden dat het dat de heldenrol van Picard, die dus eigenlijk zorgt dat hij de waarheid boven tafel krijgt, ja, dat hij wat iets te groot is, ja, en dat het niet helemaal overeenstemt met de realiteit. Maar het is wel een fantastisch tool, handvat, om het verhaal te vertellen. Want vanuit Dreyfus zelf is natuurlijk niet zo te vertellen. Dat is gewoon, ja, hij zit voor een heel groot deel eigenlijk vast. Ja. En er gebeurt niet zoveel met hem. En Picard, die ziet alles zich. Eigenlijk is het hele interessante van het verhaal is natuurlijk hoe iemand die aanvankelijk daar een soort van ongeïnteresseerd in betrokken wordt in deze hele aanklacht, hè, tegen Dreyfus, die beschuldigd wordt van hoogverraad. Nou, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Ja. Hij wordt gewoon, hij is schuldig, klaar. Ja. En dan pas komt die man erachter, als hij een andere functie krijgt, die Picard dus, dat het misschien wel eens anders zou zitten. Hij ziet dat er spelletjes gespeeld worden. En het nare in de film is eigenlijk om te zien hoe die Picard wordt gebashed. Dreyfus is al verloren eigenlijk, voor het grootste deel van de film. Maar die Picard, die in al zijn keurigheid, is een hele knappe man en heeft een minnares en dat is heel geheim. Maar het is een hele aardige, knappe, een respecteerde meneer die steeds duidelijker overtuigd raakt van de waarheid. En dus in ieder geval, hij verdenkt ervan dat de waarheid niet in het proces is vertegenwoordigd. Ja. En hij merkt steeds meer dat zijn
zijn bijstand, dus zijn bijval van anderen steeds verder afkalft. En hij wordt steeds eenzamer. En dan op een gegeven moment wordt hij zelfs in de bak gegooid. Ja. En dat proces is eigenlijk het verhaal van de film. Ja, en hoe dat allemaal uiteindelijk toch nog een soort van goed komt. Maar het komt eigenlijk helemaal niet goed. Het is een uiterst sombere film. Ja. Ja. Want ja, ik bedoel, hij komt wel vrij, maar vraag niet hoe. En zijn leven is natuurlijk eigenlijk toch kapot. Hè, Dreyfus dus. En Picard komt ook vrij. Maar het is allemaal niet zo one-on-one of zo makkelijk te duiden als je altijd hebt gedacht eigenlijk. Dus, nee. Dus ik vind het een goede film. Ik vind dat het heel. Het is niet zo'n hele. Hij is niet wat je noemt een sexy film. Hij sleept, hij is een beetje trager. Maar ik vind dat ook wel goed. Want daardoor. Ja. Dat past ook wel heel erg in die tijd en en dat pedante waarmee dat leger van het Franse leger zich uit. En oh mijn god, ik vind dat heel knap gedaan. En geslaagde adaptatie dus ook van het, van het boek. Ja, het boek is meer thriller-achtig dan de film. En eigenlijk doet dat meer recht aan het verhaal. Ja. Dus ik vind het wel goed gedaan. Ja. En het is wel weer een meesterlijk ding. En dan. Wat je dan aan moraliteit gaat zitten zoeken, wat met Polanski dan weer te maken heeft, dat is in zekere zin totaal niet relevant in dit geval. Nee, daar komen we zo op. Ja. Want we hadden deze film dus bijna moeten missen. In de Nederlandse theaters, filmtheaters, bioscopen. Nou, nu kunnen we de film helemaal allemaal zien via Pikkel. Ja, maar het is natuurlijk wel interessant om te bedenken. Kijk, de cineaar heeft dus kennelijk nu toegestemd om het op Pikkel te zetten. Ja, dat was al de bedoeling. Dat was al de bedoeling. Ja, om de film, maar dat is ook risicoloos natuurlijk, want huistelevisies, de huisfilm, is natuurlijk niet iets waar je vervolgens met het publiek in gevecht kan raken. Zoals die cineaar toch, denk ik, heel bang was dat zou gebeuren in Amsterdam of in de rest van Nederland. Ja. Als hij het in de bioscoop het überhaupt uitbrengen van de film in Nederland. Of kunnen zeggen, we houden het tegen. Hè, dat zou ook al een keuze kunnen zijn. Ook via dat weten we niet. We weten niet of ze dat hadden gedaan of niet. Hoe weten we dat? De film zou in een aantal filmtheaters te zien zijn. Heel miniem, ja. In een paar, waaronder in de Bali. Met dus dat grote debat met jou voorafgaand. En daarna zou de film ook op Pikkel zoeken zijn. Ja, voor de mensen die. Ik had begrepen dat niet zo was. Ik had begrepen dat het niet zou worden vertoond op dat ene op die platform. Ene vertoning ja. Na. Ja, nee, dat is toch is het uiteindelijk. Maar dat is ook voor hen, inderdaad, dat noem je ook terecht, een zoektocht geweest. Gaan we dit doen? Uh-huh. Waarom dat zo is, daar komen we ook zo op. Ik proef het al een beetje, maar wat vind je ervan? We hebben het er nu over. Wat vind je ervan dat we die film mogelijk hadden moeten missen? Of dat al die mensen, niet jij en ik, maar al die mensen in Nederland die geïnteresseerd zijn in Polanski, in zijn kunst, de film mogelijk hadden moeten missen? Juist door die innerlijke dialoogdiscussie bij een distributeur om te beginnen en bij het publiek, moeten we de film wel willen zien? Ik denk niet dat dat zo is. Dat ze dat zich hebben afgevraagd. Moeten we die film wel willen zien? Nee. Ik denk dat ze zich hebben afgevraagd. Krijgen we niet te veel gedoe als we deze film uitbrengen? En dat is natuurlijk toch iets anders. Ik denk, want ja, de film zelf is een verhaal wat te maken heeft met een historisch gegeven. Kijk, het stomme is natuurlijk. En ik heb dat zitten zoeken hoor in de teksten die ik las. Heeft Polanski echt zichzelf one-on-one, dus één op één, vergeleken met de beschuldigde onschuldige? Dreyfus in de. Ja, dus is dit een film over hem? Ja, nee. Ik vind het gewoon een hele goede verbeelding van het historische, de historische gebeurtenissen. Maar als hij nu, hij schijnt dus, en dat heb ik dus niet kunnen terugvinden. Op het moment dat hij werd beschuldigd van een extra verkrachting, dus een verkrachting die hij die eigenlijk altijd onbekend was, door Valérie Monnier, die zegt nu, gebeurtenis, over een gebeurtenis in 1975,
zegt zij dat er heel gewelddadige toestanden hebben zich afgespeeld in het chalet van Polanski toen zij 18 jaar was. En ze heeft daar altijd over gezwegen, want haar ouders weerhielden haar van het aangeven, omdat ze haar eigenlijk wilde beschermen. Mm-hmm. En dus heeft ze 40 jaar geschreven, maar op het moment dat Polanski zichzelf vergeleek met Dreyfus, en dat heb ik dus niet kunnen terugvinden, toen dacht ze, nu ga ik ermee naar buiten. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest, volgens mij, van deze hele opstand. Want het is niet alleen Monnier geweest die vervolgens naar buiten is gekomen. Er zijn nog 10 andere vrouwen. Als het goed is, als ik het goed heb begrepen, zijn er 12 vrouwen. Ja, 13 in totaal. 13 vrouwen die zich belaagd hebben gevoeld door hem. Dus ja, we weten het natuurlijk niet. Als dat zo is, is dat best chockerend. Ja. Maar dat staat natuurlijk eigenlijk weer helemaal los van die film. Dat is natuurlijk waar we over willen spreken. Kun je, Jessica, even los van Polanski. Kun je een kunstenaar, een maker, je bent er zelf één. Kun je jouw kunst loszien van jouw persoon? Is dat überhaupt mogelijk? Hoe doe je dat? Jouw persoonlijke zijn en je kunstuitingen. Ja, maar kijk, als ik boeken schrijf, waarin ik een verhaal vertel over iets wat ik heb gehoord of wat me bezighoudt. En ondertussen heb ik iemand vermoord. Ja. Dat kan toch? Het is heel naar dat ik dat doe. En dat moet ook, ik moet ook berecht worden. Ik moet in de bak en zo. Dat is een juridisch deel? Dat is een juridisch deel van mijn leven. Maar ik kan vervolgens natuurlijk, op zichzelf kan ik natuurlijk wel ook iets heel anders schrijven. Mooie kunst maken. En iets waar ik mensen mee kan ontroeren, bij wijze van spreken. Dat zou toch kunnen? Zeker. En dat is ook in het geval van Polanski natuurlijk aan de hand. Maar ja, heeft dat prachtige oeuvre. Er zitten mooiste films ooit tussen, als je het mij vraagt. En je hebt nu sinds, in 1977 werd hij al berecht door een rechter voor de zaak rondom een 13-jarige fotomodel. Hij is berecht, hij is voor de rechter verschenen. Hij heeft een aantal 40 dagen in een institutie doorgebracht als straf en is daarna naar Amerika gevlucht. En nooit meer naar Frankrijk gevlucht en nooit meer terug naar Amerika gegaan. Dat kon ook niet. Nee, want hij zou direct worden opgepakt. Een collega, een columnist, Sylvain Evimenko, zegt in een stuk in Trouw, alweer een aantal jaar geleden, dat hij vroeger fan van Polanski was. En hij heeft ook vaak in zijn stukken aangegeven dat hij echt vindt dat je de kunstenaar en het kunstwerk moet scheiden. Maar hij zegt, ik maak voor deze situatie en voor deze film en voor deze zaak... Welke film was dat dan? Deze uitbreng van deze film en deze zaak rondom Polanski maak ik nu een uitzondering. Maar dus over Dreyfus? Rondom Jacuzze. Je zegt een paar jaar geleden. Ja, hij heeft een paar jaar geleden, hij heeft er vaak over geschreven rondom MeToo. En makers die werden beticht van allerlei onzedelijke kwesties. En heeft altijd aangegeven, ik vind dat je de kunstenaar en het kunstwerk moet scheiden. Mm-hmm. Precies ook wat we net zeggen. Je kunt nog steeds iets moois maken. Maar ik vind in deze zaak maak ik een uitzondering. En hij zegt daarover, ik citeer... Naar aanleiding van de onthullingen over de pedofilie van zanger Michael Jackson, schreef ik al dat je de kunstenaar en zijn oeuvre vooral moet scheiden. Maar hier misbruikt de kunstenaar zijn film en de persoon Alfred Dreyfus, we hadden het er net over, om zichzelf vrij te pleiten. En daarbij zette hij de... Ja, maar het gaat dus duidelijk over dat interview. Ik maak even het citaat af. Daarbij zette hij de vrouwen die hem beschuldigden op dezelfde lijn als de antisemitische Franse militairen van toen. De bioscoopgang naar Jacuzze is niet meer vanzelfsprekend voor een Polanski-fan als ik. Nogmaals, hij gaat er dus vanuit en hij heeft dus kennelijk iets gelezen wat ik dus niet heb terug kunnen vinden. Dat hij inderdaad Polanski zo één op één die...
die vergelijking maakt tussen hem en Dreyfus. Terwijl ik heb een interview of een stuk gezien in The Guardian, waarin een paar citaten stonden. Ja. Waar ik eigenlijk vooral uit destilleerde dat hij zich weliswaar identificeert met het opgejaagd zijn wat Dreyfus ervoer en ook Picard. Maar die schuldvraag en het onschuldig zijn, dat wordt niet benoemd. Dus dat vind ik wel essentieel. Kijk, ik bedoel, Dreyfus was echt volledig onschuldig, hè? Hij was alleen maar Jood. Dat zegt hij ook in de film. Precies. Is het omdat ik Jood ben? Ja. En Polanski, ja, ik weet niet of hij zichzelf onschuldig acht, want hij heeft natuurlijk wel degelijk ook contact gehad met Samantha Geimer en haar vergiffenis gevraagd. Bekend ook. En bekend. Zij heeft meteen zij heeft hij het ook bekend. Afgesloten. Dus hij weet dat hij schuldig is. Dus hij is veel te intelligent om zichzelf onschuldig te noemen. En dat is niet aan de orde. Maar hij heeft bij de Franse Oscars, de Césars, daar is hij ook niet bij aanwezig geweest. Nee. Hij heeft ook aangegeven, ik voel me opgejaagd inderdaad. Er is een soort tribunaal gaande. Dit is een filmfestival, dit zijn geen rechters. Die jury, dat is geen jury zoals in een rechtszaal. Mm. Maar die moeten mijn film op de merites, op zijn inhoud beoordelen. Mm. Maar ik ga hier helemaal niet aan, ik ben hier niet bij. Mm-hmm. Zijn vrouw heeft zijn prijzen, die hij wel degelijk daar ook in ontvangst heeft mogen nemen, in ontvangst genomen. En daar werd wel degelijk ook gerefereerd aan het opjagen van Polanski. En nou ja, ruim 40 jaar na de eerste zaken, alsnog dat oprakelen en terughalen in helemaal in de sfeer van de MeToo Housen. Ja, maar goed. Is het dan toeval dat hij die film nu uitbrengt? Dat hij dit verhaal nu vertelt? Ik weet het niet. Who knows? Ja, het zou kunnen dat hij daar onbewust denkt van, dit is een verhaal van een achtervolgde. En ik denk dat hij zich wel degelijk identificeerde. Ja, want in zijn... Je kan blame hem toch daar ook weer voor. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je iets kan... Als je daar geen zin hebt om dat te zien, om dan de hele tijd te denken aan Polanski die film heeft gemaakt en hoe walgelijk dat eigenlijk is, dan moet je inderdaad niet gaan. Maar ik heb het niet zo gezien. Ik heb er niet zo naar gekeken. Maar hij heeft ongelooflijk veel films gemaakt waarin altijd wel sprake is van dader, slachtoffer. Slachtoffer die eigenlijk ook weer dader is. De opgejaagde mens. Hij heeft de Holocaust meegemaakt. Hij heeft Stalin achter zich aangehad. Hij heeft de mensenclan heeft hem het leven nogal zuur gemaakt door zijn toenmalige vrouw te doden. Zij was zwanger. Hij heeft ongelooflijk veel meegemaakt. Echt van hel op hel op hel op hel. Mm-hmm. Nu maakt hij deze film, dit verhaal, in een tijd van MeToo. Waarin al die verhalen nogmaals eigenlijk aan het licht komen. Mm-hmm. Of nogmaals ter tafel komen, worden besproken. En mm-hmm. eigenlijk in een ander licht komen te staan. Vrouwen zijn mondiger, mannen ook overigens. Mensen spreken zich uit en durven ook te zeggen, ja, maar hij is niet alleen maar de grote kunstenaar. Maar hij heeft ook ongelooflijk veel kwaad gedaan. En nu dat allemaal aan het licht gekomen is, moeten wij ons tegen hem keren. Want we kunnen dat niet blijven prijzen. En letterlijk ook met prijzen omgeven. Nu we deze informatie en deze kennis hebben. En dat is wel degelijk zo. We hebben wel degelijk die berechting meegemaakt. Er zijn een aantal zaken geweest waarin hij ook heeft aangegeven, dit is zo gebeurd. De vraag is, moeten we ons dan niet ook tegen hem als kunstenaar keren? En dat is eigenlijk waar ik met jou naar wil zoeken. Als iemand... In de geschiedenis zijn er natuurlijk een hoop mensen van voetstukken gevallen.
Dat is het fascinerende en angstaanjagende ook wel. Moraal is dus niet constant. Moraal is afhankelijk van de tijd waarin het waarin alles wordt gewikt en gewogen. En ja, MeToo heeft een nieuwe moraal. Is een nieuwe moraal aan het creëren. En daarin. En in principe is dat ook eigenlijk wel heel goed. Ik denk eerlijk gezegd niet om de mannen vervolgens helemaal te ontmannen en te vernietigen. Maar omdat daardoor, dat vind ik de grote winst van, mm-hmm. van MeToo, vrouwen zoveel meer empowered zijn en blijken te kunnen zijn. En waardoor ineens van alles kantelt. En die empowerment, die moet natuurlijk, die is nu natuurlijk heel hevig en die zal zich ook weer gaan zetten. Zodat iedereen ook langzamerhand wel weer niet alleen maar razend hoeft te zijn en overal tegen hoeft te ageren. Ik bedoel, kijk, Polanski is geen gegeven. Het is niet een bepaald gezeten, dikke, witte man die we allemaal eens even moeten gaan aanpakken. Het is een extreem complex verhaal. En inderdaad met... Maar hij is wel een gevestigde maker, kunstenaar. Hij is een gevestigde ster. En hij heeft van alles gemaakt wat iedereen altijd heel goed vond. Maar is hij daarom iets te verwijten, hè? Als ster, omdat hij een ster is? Moeten we hem daarom harder aanpakken? Nee, nou, dat vind ik niet. Nee, wat je zegt net, MeToo, dat heeft mensen mondiger gemaakt, vrouwen, mannen mondiger gemaakt. Maar wat heeft die mondigheid dan voor zin, even plat gezegd, als je daarmee dus inderdaad iemand als Polanski niet ook van zijn voetstuk zou kunnen laten vallen? Nee, dat is ook zo. Er is natuurlijk nu een... Ik vraag me ook af waarom het echt nodig was om hem nu te gaan overladen met César's. Ik denk van ja, dat had natuurlijk helemaal niet gehoeven per se. Het kan ook gewoon een goede film zijn waar heel veel mensen naartoe willen. En voor de rest ga je hem niet ook nog eens een keer een soort van extra opkontje geven. Dat, ja. In principe heeft hij dat ook niet echt nodig. Want juist in deze tijd is zo'n extra opkontje... Een afschuwelijk woord trouwens. Jezus. Wel leuk in deze context. Ja, enig, ja. Maar goed, dat duwtje, dat was echt... Hij heeft al zoveel prijzen gewonnen en zoveel lof geoogst. Waarom nu? En dan denk je bijna aan een statement. En dat is natuurlijk ook de reden waardoor die hele commissie voor de César's... Nou, die was niet hierdoor gevallen, hoor. Dat heb ik begrepen. Dat was ook gewoon omdat het een totaal niet democratisch en bureaucratisch partij mensen was. Mm-hmm. Die hele jury is uit elkaar gevallen. Ja, die is opgestapt. Opgestapt. Ja. Maar dat, volgens mij was Polanski alleen een klein duwtje in de richting daarvan. Het is niet zo dat hij de aanleiding was. Dus dat heb ik niet begrepen. Maar in ieder geval, het was gewoon een rare zet. Dat denk ik wel. Want het is gewoon niet handig. Inderdaad, nee. Er is een verschuivende moraal. Maar ja. Ik blijf er toch wel bij dat ik die film graag heb gezien. Ja. En ik zou ook willen dat anderen hem zagen. Al was het maar omdat het een fantastisch goed complex historisch beeld geeft. En dat ik ga daar niet voor opzij. Omdat Polanski nu wordt veroordeeld. Hè, nu in de zaken die hij 40 jaar geleden heeft gedaan. Hij nu niet meer deugt. De film staat nog. Dat is interessant wat je terecht ook zegt. Van, in Frankrijk en ook later in België is de film 1,5 miljoen keer gezien in de filmtheaters alleen al. Ja. Massaal gezien. Daar zit ook al iets in. Hè? De Fransen bezoeken de film en zijn werk dus graag. En dan in Nederland is het toch heel wat discussie. Wij zitten nu te discussiëren. Er ligt een hele tijd
alweer achter ons dat we ook hebben gesproken over deze discussie, over de uitbreng en zo verder. Is er een verschil tussen Nederland en Frankrijk of zelfs België? Kan jij daar iets over zeggen? Heb je daar een beeld van? Waarom het hier in Nederland zo moeilijk is om de film Frankrijk überhaupt te zien? Ja, nou ik denk dat in Frankrijk... hier door dit soort dingen is het weer op de spits gedreven. Want ik denk dat ze in Frankrijk toch dachten dat ze het bij het oude konden laten. En dat daarom ook die César's zo in zulke grote getalen de nominaties afhankelijk aan deze film werden gegeven. Dat ze er dachten van wij gaan gewoon door op het pad waar we altijd al zaten. En ze zijn in die zin verschrikkelijk teruggefloten in Frankrijk. Dus in Frankrijk zijn ze best wel fierce nu. Daar is echt ook een verschil. Terwijl in Frankrijk toch ook die tegenbeweging van Catherine Deneuve en... Brigitte Bardot. Ja, Brigitte Bardot ook. Ze hebben zich uitgesproken ook voor Roman Polanski en in deze zaak. Ja. In Frankrijk is misschien ook, er is misschien ook een cultuurverschil. Ja, wij Calvinistische Nederlanders in Frankrijk waren politici als Mitterrand en Chirac waren openlijk... hadden affaires, waren daar... Hè, maar zolang zij goede politiek bedreven en hun werk goed deden, liep zo'n beetje iedereen met hen weg. En ook daar is een verschuiving plaatsgevonden sinds 2017, MeToo. En wij in Nederland, zijn wij moralistischer? Zijn wij meer met dat geheven vingertje van zo mag dit wel, zo mag dit niet? Wie is er nou los van... Wij Nederlanders zijn toch niet verschoond van zonde, van raar, vreemd of verderfelijk gedrag. Waar halen we het vandaan om dat te denken? Nee, maar men is wel uitgesproken in Nederland. En ik denk dat, zelfs in Brussel, waar ze dus minder... fel zijn meestal dan in Nederland. Waren hele bioscopen beklad met graffiti. En dus het leeft absoluut ook daar. En ik denk dat ze juist doordat Brussel ook zo fel reageerde, zenuwachtig werden over Nederland. En wat ik daar verder van vind, of Nederland zo... Ja, ik weet niet of het wel zo is. Ik bedoel, het is natuurlijk niet onze regisseur. Voor Frankrijk is dat natuurlijk veel closer to home en closer to heart. Ja. En omdat hij echt in Frankrijk woont al zo lang. En ze hem natuurlijk ook zo lang hebben beschermd. Ja. En al die zaken die dan nu naar boven komen. Samantha Geimer, dat 30-jarige meisje. Dat is natuurlijk al heel erg lang bekend. Dat is gewoon echt al... Afgesloten ook. Zij heeft zelf ook gezegd, ik heb hem al lang... vergeven. Ja, ze heeft hem vergeven, maar ook omdat ze een verstandige vrouw is die gewoon haar eigen leven in die zin wilde beschermen. En ze heeft er vreselijk van langs gezegd. Ze zegt van alle mensen die op de lijst staan van die mijn leven kapot hebben gemaakt vanaf het moment dat dit gebeurd was, staat hij eigenlijk onderaan de lijst. Want ik ben door zoveel mensen misbruikt als object in de media, dat ik daar echt veel meer last van had. Maar goed, ik snap dat ze dat zegt, want ze wil gewoon leven. En niet altijd alleen maar Samantha Geimer zijn. Slachtoffer van Polanski. En, die moeder, die kan de naam van Polanski nog steeds niet uitspreken. Die haat hem echt. Dus het is natuurlijk nooit over. Want het is ook heel walgelijk als je die zaak nu leest. Met alle gevoelens die we nu allemaal... Waarin we nu eigenlijk... Die eigenlijk opnieuw gemunt zijn. En ook opnieuw... door ons allemaal zijn herbeleefd, die met die ogen, met die kennis, en met die intensiteit, als je daar dan naar kijkt, is het ook heel erg. Misschien was het in de jaren 60, 70 allemaal niet zo, nam men het niet zo nauw, maar het is natuurlijk eigenlijk... Of sprak zich minder uit. Het drugsgebruik en het gemak waarmee er met minderjarigen werd gesold, was misschien groter. Of was meer gedoogd. Ik weet het niet, maar het was natuurlijk toch
het blijft echt best heel vreselijk. En dan, het is ook niet voor niks dat die moeder, de seconde dat ze het ontdekte, dat was eigenlijk vrijwel direct daarna, helemaal tilt ging. Ja. En dat is natuurlijk gewoon wat moeders doen en terecht. En dat moet elke zelf moeder ook doen. Omdat zij zelf ook heeft toegestaan dat haar dochter die fotoshoots deed. Zitten zaken tussen van meisjes van 10, zitten zaken tussen van meisjes van 18. En 10 heb ik niet gehoord, is dat zo? Ik heb er één gelezen van een meisje van 10, inderdaad. Nou, dat is een van de 13 zaken. Ja, het is natuurlijk, weet je, alles is verklaarbaar uit iemands psychologie. Hij is natuurlijk typisch iemand zonder jeugd, eigenlijk. En, moeder verloren. En dan is hij ook nog eens een keer heel erg klein. Dus ja, het is natuurlijk een heel vreemd soort iets. Maar ja, desalniettemin. Desalniettemin. Ik bedoel, je gaat tegelijkertijd, ja, ik bedoel, in Lolita. Ja, dat is een kunstwerk op zichzelf waar we allemaal van eisen. Hè? Het is heel mogelijk en tegelijkertijd is het ook zo fascinerend beschreven dat je er toch op een of andere manier iets van. Je snapt het wel. En, maar snappen betekent niet rechtvaardigen. Dat is natuurlijk altijd het gevaar dat je dingen snapt. En dat heeft hij altijd aan zijn broek hangen. Ja. Dat je enerzijds denkt van god, die man, wat die allemaal heeft meegemaakt. Waar is die allemaal? Dat vluchten als kind. En hoewel we daar eigenlijk ook nooit precies. Dat is het verhaal. Je weet nooit precies hoe het allemaal heeft gezeten. Ik heb een nogal beroerde film daarover gezien. Dat is echt een draak van een verhaal waarin het gaat over hem. Zijn eigen verhaal. Super slecht gedaan. Maar goed, het niet door hem gemaakt. Dus goed. Tienjarig jongetje ontvlucht die Polen. Ja, dat is het verhaal natuurlijk. Zonder moeder, moeder verloren. Ja. Maar goed, niks rechtvaardigt natuurlijk om anderen kapot te maken vervolgens. Dus in die zin hebben we er ook niks aan. Maar hij heeft het natuurlijk heel lang. Heeft hij die dubbele laag aan zijn hele wezen. Ja. En we hebben aan zijn kunst toegevoegd. Want dat heeft ook films als Repulsion opgeleverd. En natuurlijk een pianist. En dat zijn belangrijke kunstwerken en documenten. Filmmaker, ik zei het in het begin al. Edith de Stal zou ook bij dit gesprek in de grote zaal aanwezig zijn. Maar dat is door de coronacrisis allemaal niet op die manier gebeurd. Maar hij heeft wel een column geschreven, speciaal voor deze gelegenheid en voor het Bali-publiek. En ik citeer even. Toch zou ik de film gaan zien, net als de Hollywoodfilms die ik zal blijven zien. Omdat het domweg vaak mooie films zijn. Hebben we daar nog iets op aan te vullen of zullen we de film maar gewoon aanklikken nu en gaan kijken en zelf ons oordeel Begrijp ik eruit dat we klaar zijn met het gesprek? Nou ja, ik vraag me af, heb je nog iets aan te vullen op die stelling? Gewoon, het is verderfelijk. We hebben het nu net uitgebreid besproken. Maar een kunstwerk is een kunstwerk en vel je eigen oordeel. Ja, nou dat vind ik sowieso. Ja. Je moet eigenlijk altijd je eigen oordeel vormen. En ik denk dat het zo'n gelaagde film is. En dat is natuurlijk wel iets waar hij extreem goed in is. En daarom ben ik altijd weer geneigd om hem om altijd toch hem de benefit of the doubt te geven in het maken. Ja. Goed, misschien is dit zijn laatste film. Hij is natuurlijk al heel erg oud nu, 87. Ja. Ik wil eigenlijk altijd toch zijn films wel echt zien. Ja. En ik bedoel, hoe tot tussen een soort Repulsion, nou, dat heeft zelf een film van, zo heet geloof ik, en een soort afkeer van hij ziet er zo leuk uit, hij praat ongelooflijk aantrekkelijk. En toch vind ik hem ook gevaarlijk. En dat. En er zit ook iets heel naars in. En die dubbelheid. Dat zit ook in al zijn films. In al zijn films zit het natuurlijk ook. En dat is het fascinerende. En ja, omdat nu. Ja, kijk, iedereen staat het vrij om hem daarom niet meer te willen zien. Ja. Maar ik heb zelf die neiging niet. Ik blijf toch altijd geïnteresseerd. Ja, het is interessant. Dader, slachtoffer, is dat allemaal zo. Ja. In zijn films in ieder geval is daar geen eenduidigheid. Maar het is ook heel universeel. Heel veel mensen die verschrikkelijke dingen meemaken,
bedoel, kwaad is de slechtste leerschool voor welke goedheid ook. Ja. Het is niet zo dat je door iets vreselijks mee te maken een beter mens wordt. Integendeel vaak. Het is vaak, nou ja, in bijna alle boeken over mensen met een gruwelijke geschiedenis. Ja, dan gaat het ook weer fout. De geschiedenis herhaalt zich. Herhaalt zich. Ja. En, dat, ja. En toch moeten we het weten. Om ons daarvan bewust te blijven. Ja. Ik zou zeggen, kijk de film. Dat kan via onze website of niet. Ik dank Jessica Duurlacher voor dit gesprek. We zijn zoekende. We hebben getwijfeld. Ja, en we zijn er nog steeds niet uit. En dat zullen we denk ik ook nooit... We zullen er nooit uitkomen. Nee. En dat is misschien ook maar goed ook. Ik vond het heel verhelderend om met je te spreken. Leest u vooral ook de column van filmmaker Editor Stal op onze website. En u kunt de film rustig gaan zien of niet na dit gesprek. En ik zie u heel graag weer bij de volgende De Bali Live. En dank u wel voor het kijken.